Mevrouw Van der Plas, BBB. Ja, ik voel wel een beetje met mevrouw Bromet mee qua framing van... Want zo krijgen wij vaak het frame dat wij natuurhaters zijn en stikstofontkenners. Wat dat betreft sterkte daarmee met het frame wat op u is gelegd. Maar ik had even een andere vraag. Want ik heb, je ziet in het transitiefonds, hè, dat eigenlijk het stikstoffonds was. Hè, om stikstofdepositie op die natuurgebieden te reduceren. Voor goed voor de natuur te zorgen. Zie je nu ineens dat er van alles nog wat bijgehaald wordt. Klimaat en water. Nou, dan hebben we het hier over een bedrag wat ligt bij het ministerie van LNV. 24,3 miljard. Maar we moeten ook klimaatdoelen daarmee halen en we moeten ook waterdoelen daarmee halen. Klimaat is het ministerie van de heer Jette. Water is het ministerie van de heer Harbers. Maar ik zie niet dat daar nog weer geld bij gegooid wordt. Die ministers die liften in mijn optiek gewoon lekker vrolijk mee op die 24,3 miljard. Die hoeven zelf niks aan uit te geven. En mijn vraag aan mevrouw Bromet is, van hoe ziet mevrouw Bromet dat? Want ik vind het een beetje raar, eerlijk gezegd. Mevrouw Bromet. Nou, GroenLinks vindt het helemaal niet raar. Want het mooie is eigenlijk dat je voor een heleboel milieuproblemen met één oplossing een hele klap problemen op kan lossen. Dus als het gaat over de vermesting van het Nederlandse oppervlaktewater, als het gaat over methaanuitstoot of het gaat om stikstof, dan is er één veroorzaker en dat is de veehouderij. Dus vandaar dat wij altijd zeggen, als je deze problemen op wil lossen, is er maar één oplossing en dat is minder vee in Nederland. En dan kan je met één maatregel, gefinancierd uit dit stikstoffonds of uit het transitiefonds, kun je een heleboel problemen tegelijk oplossen. Dat is juist heel economisch. En over de governance, dus of de minister van stikstof dat dan wel goed doet, ja, daarvan vinden wij ook dat er iemand moet meekijken. En daarvoor hebben wij een amendement ingediend om de minister van Financiën daarin medefondsbeheerder te laten worden. Mevrouw Van der Plas. Ja, nou ja, ik blijf het raar vinden, want ik denk echt dat de heer Harbers als minister van INW en de heer Jette als minister van EZK, Economische Zaken en Klimaat, die lachen zich gewoon een slag in de ronde. Die hoeven gewoon echt helemaal niks uit te geven, want die boeren die lossen het zometeen wel op hun probleem. Dus ik zal straks in mijn bijdrage er ook wel naar verwijzen. We hebben ook nog een fonds van 35 miljard op het gebied van klimaat. Wat wordt daarvoor gereserveerd voor de agrarische sector? Want ik ga waarschuwen, en dat heb ik hier vaak gedaan, en ik hoop dat mevrouw Bromet dat wil meenemen. Er gaat nog veel meer veranderen voor boeren. Het is niet alleen het stikstof en de uitkoop voor stikstof. We moeten echt heel goed gaan uitkijken wat we met onze boeren gaan doen de komende jaren. Want inderdaad, die klimaatdoelen erbij komen, die waterdoelen en gewasbeschermingsregels komen nog allemaal aan. Ik voorspel dat wij gewoon een kritische massa boeren gaan verliezen. En ik waardeer dat mevrouw Bromet zegt van wij houden van boeren, we willen juist graag meer boeren. Er is straks geen boer in Nederland meer die met dit beleid, wat tijdens de wedstrijd de spelregels ook nog worden veranderd, wat hier in Nederland nog boer wil zijn. Ja, voorzitter, ik denk dat mevrouw Van der Plas en ik het over een heel groot deel wel eens kunnen worden. Net als dat ik net betoogde met die FDF-boer in Groningen. Want ja, ik denk ook dat de klimaatdoelen die afgesproken zijn in het Klimaatakkoord van Parijs voor de boeren nog veel meer impact gaan hebben als de stikstofdoelen. Omdat als je, we praten nu over 5 megaton reductie voor de veehouderij in 2030 in het Klimaatakkoord. Maar in de 20 jaar daarna, dus tussen 2030 en 2050, zal ook de landbouw naar 95% CO2-reductie moeten gaan. En ik woon op het platteland. Ik zie die tractoren rijden. Daarvan denk ik nog, ja, die kunnen dan misschien elektrisch worden. Maar ik zie ook dat vee waar de methaan uitkomt, dat moet je dus als moet je compenseren. Daar moet je bomen voor aanplanten. Er wordt een enorme kaalslag als je niet zorgt voor een landbouw van de toekomst die dat op kan vangen. En dat is ook waarom ik bepleit voor al deze maatregelen en een volhoudbare landbouw. Want ja, als je zo doorgaat zoals we de afgelopen jaren hebben geboerd, dan betekent het inderdaad dat er geen boer meer overblijft in Nederland. Tot slot, mevrouw Van der Plas.
Nou, zoals we de afgelopen jaren hebben geboerd, de Nederlandse agrarische sector heeft de laagste voetafdruk zo'n beetje van de wereld. Dus alles wat wij hier weghalen, dat gaat elders in de wereld geproduceerd worden met een hogere milieu- en voetafdruk. En dat weet mevrouw Bromet heel goed. De trekkers die elektrisch kunnen, ja, die kunnen wel elektrisch worden. Nee, die kunnen niet zomaar elektrisch worden. We hebben niet eens, ons net is nog niet eens capabel om een paar zonnepanelen op het dak stroom te laten terugleveren. Dat kan allemaal niet. Dat zijn allemaal utopieën. En het aantal boeren wat zal verdwijnen hier, dat is gewoon echt heel erg alarmerend. Want ja, mevrouw Bromet en dat zie ik wel vaker bij GroenLinks, die hebben een soort van wensdenken. En in hun hoofd en in het sprookjesboek staat dat het allemaal kan. Maar dat kan niet. Als we het alleen al over het verdienmodel hebben, mevrouw Bromet. Hoe gaan we dat doen? Welk verdienmodel zit erin? We zijn al jaren bezig te praten met een verdienmodel. Het is er nog nooit gekomen. Een hele brede discussie. Ja. Dus, voorzitter, maar ik zou nog wel even willen reageren. Ja. Want GroenLinks staat voor het Klimaatakkoord van Parijs. En ik hoop dat mevrouw van der Plas daar ook voor staat. Want als zij daar niet voor staat, dan wordt het wel heel problematisch. GroenLinks heeft er ook angst voor dat er nog meer boeren verdwijnen. Maar GroenLinks is ook heel bang voor klimaatverandering en voor de temperatuurstijging krijgen boeren ook last van. Wij willen daar graag iets aan doen. En dan kun je wel zeggen, ja, die tractoren die kunnen niet elektrisch worden. Maar wat gaan we dan wel doen om de landbouw 95% CO2 te laten reduceren? En misschien moet mevrouw van der Plas daar ook eens over meedenken. Want dat betekent inderdaad dat je geen fossiele brandstoffen meer in tractoren kan gooien. En dat is nog maar een heel klein aspect. Dank u wel, mevrouw Bromet. Dan schors ik de vergadering tot, even kijken, 2:05. Laat ik ruim zijn. En dan gaan we weer verder. En dan is de eerste spreker mevrouw Alhand van de Partij voor de Dieren. Ik schors de vergadering tot 2:05.